Ah, wauw, het is echt super vroeg. Claudia, ben jij al wakker? Oh, ja, we moeten vandaag natuurlijk op vakantie. Oh, ik ben al helemaal wakker. Nou, laat ik alvast gaan. Zal ik alvast. Claudia? Claudia, ben je wakker? Oh, Martin, waarom ben je zo vroeg wakker? Oh, moeten we opstaan? Nee, jullie kunnen gewoon doorslapen. Julian, ben jij al wakker? Ja, ik ben al wakker, pap. Wat is er? Ik wil gewoon rustig blijven liggen. Nee, dat is oké. Je kan gewoon rustig blijven liggen hoor. Dat is het probleem niet. Ik wil gewoon kijken of jullie al wakker waren. Dus maak je geen zorgen. We hoeven nog niet te vertrekken. Maar ik wil gewoon weten of iedereen al wakker was. Oh, oké. Hanna, ben jij wakker? Ja, moeten we opstaan? Kan ik alsjeblieft nog heel even blijven liggen? Oh ja, natuurlijk. Nee, we hoeven nu nog niet weg. Ik wil gewoon kijken of jullie al wakker waren. Oh man, nou ja, we gaan vandaag ook weer op vakantie. Dus ik zou me beter wel gewoon eerder moeten opstaan en voorbereiden. Oh, ah, Pia. Pia wordt verzorgd door oma en papa. Oma en opa, weet je dat nog? Je hoeft je geen zorgen te maken over Pia als je daar nog vragen over had. Dus maak je maar geen zorgen en maak hem zelf maar alvast klaar voor de leuke vakantie die we gaan hebben. Oké, laat ik maar alvast gaan douchen nu ik toch al wakker ben. Oh wauw, kijk eens. Pap, wat ben je daar aan het doen? Huh? Is dat pap of mam? Ik moet echt heel nodig naar het toilet. En waar is Emma nou? Ik vraag me echt af waar ze is. Ik heb geen idee wat ze aan het doen is. Ze was er net nog. Nou, wauw. Mijn haar is ineens super, ja, leuk geworden. Ik heb geen idee of het de shampoo is of de conditioner is. Mam, ik moet naar het toilet. Kun je gaan? Mam? Oh, Jan, waarom zou ik mam zijn? Ik ben gewoon pap. Pap, waarom heb je je baddoek zo? Ik bedoel, niemand heeft zijn baddoek zo. De meeste mannen hebben hun baddoek helemaal anders. Oh, nou ja, het kan toch gewoon? Ik kan mijn baddoek toch gewoon zo doen? Nou ja, dat is best wel raar. Ik zie nooit mannen het zo doen. Oh, wauw, dat is echt super grappig. Nou ja, nu kan ik in ieder geval naar het toilet. Oh, wauw, nou ja, en ik moet mijn haar nog even kammen. Schat, je bent echt heel erg gefocust op je looks. Nog erger dan ik. Wauw. En ik dacht dat ik erg was. Nou ja, zeg, het is toch niet erg om een beetje zorgen te maken over hoe ik eruit zie? Zou je het anders willen hebben? Nou, ik heb het ontbijt al klaar, zodat we allemaal kunnen ontbijten. Jongens, kom, we gaan ontbijten. Oh, wauw, dat is een echt heel groot ontbijt. Normaal hebben we dat niet zo. Iedereen is er, maar waar is Emma? Ja, ik heb Emma ook eigenlijk niet gezien. Ze was niet op bed toen ik daarnet ging kijken. Oh wauw, Emma is er weer niet. Och, dit is toch niet hetzelfde als vorig jaar? Nou, ik kan wel even kijken of ze in haar kamer is. Schat, ik regel het wel. Maak je maar geen zorgen. Het wordt niet hetzelfde als vorig jaar. Dat beloof ik je. Oké, laat ik even gaan kijken. Waar zou ze kunnen zijn? Ja, inderdaad. Ik vraag me ook af waar ze zou kunnen zijn. Zou ze zich misschien verstopt hebben? Laten we eens even kijken. Waar zou ze kunnen zijn? Ja, inderdaad. Straks is ze weg en dan kunnen we weer niet op vakantie. Ja, ik heb alles al ingepakt. Alleen Emma is er niet. Oh man. Oh ja, ik heb de koffers ook. Zullen we ze alvast gaan neerzetten? Dat zou wel echt heel fijn zijn. Oké, ik neem de koffer ook alvast mee naar boven zodat ik alles kan inpakken. Zo. Kijk eens, oké, mijn skateboard past er natuurlijk niet in, maar ik wil die natuurlijk wel meenemen. En mijn iPad ook natuurlijk. Julian, zoveel kan je toch niet meenemen? En waar is Emma nou? Emma is gewoon weg. Ze is gewoon verdwenen. Ja, mam, ik wil mijn tablet echt heel graag meenemen. Maar Julian, je zou toch veel liever buiten willen spelen dan met je tablet? Ja, maar nog steeds. Ik wil mijn tablet wel echt meenemen. Dat is veel leuker. Oh, nou ja, waar kan Emma nou zijn? Heeft ze zich nou verstopt? Wat is ze nou aan het doen? Ik vraag me even af waar ze naartoe is gegaan. Oh, nou ja, even kijken. Waar zou ze kunnen zijn? Oké, even kijken. Kijken wat ik nog meer moet doen. Oh, Martin, waarom ben je daarmee bezig? We hebben veel grotere zorgen voor ons. Waar is Emma bijvoorbeeld? Emma? Nou, Emma is zich vast wel verstopt. De vinder er zo wel.
Ja, klopt, maar nog steeds. We moeten Emma wel echt vinden. Ja, oké. Ik ga wel op zoek naar Emma. Maak je geen zorgen. Regel jij de rest dan maar. Oké, laat ik even kijken. Waar zou Emma kunnen zijn? Hier is ze niet. En daar is ze ook niet. Misschien is ze daar. Ik hoor iets. Piep. Hoor ik daar nou een piep? Is dat Emma? Emma, ben je daar? Oh, waarschijnlijk zit ze daar gewoon. Ik wist dat ze dat aan het doen was. Emma, Emma, waar ben je? Zo, daar is ze. Wauw, Emma, we waren helemaal naar je op zoek. Je weet toch wel dat we vandaag op vakantie gaan? Ja, maar pap, ik moest heel erg hoesten en toen kwam ik hier binnen en toen was ik alles vergeten. Ja, dat weet ik, maar Emma, dat kan je beter niet doen. Oh, blijf gewoon hier, dan kunnen we gelijk op vakantie zo. Ja, pap, ik weet het, ik wil ook heel graag op vakantie. Nou, laten we dit dan doen, oké? Oké, dan gaan we zo alles inpakken en dan kunnen we zo eindelijk weg. Oké, nou, het is nu helemaal klaar. We zijn allemaal samen en we hebben alles zowat ingepakt. Ja, precies, dus we kunnen zo met z'n allen op vakantie. Yep, we kunnen zo allemaal op vakantie. Zo, laat ik dit even dicht doen en dan ga ik even naar je moeder toe. Zo, nou, eindelijk kunnen we op vakantie. Ja, deze keer is alles wel oké, toch? Nou, fijn. Dan kunnen we met z'n allen gelijk op vakantie gaan. Ja, klopt. Oké, is iedereen klaar? Heeft iedereen alles? Oké, dan kunnen we zo gaan. Oké, laten we alvast onze spullen pakken en de auto inpakken. En dan kunnen we gelijk naar het vliegveld.